allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we flirttips opnemen voor eigenlijk hoe jij een jong kan benaderen en hoe je met een jong kan flirten. Terwijl je aan het uitgaan bent in de kroeg of in de club of wat dan ook. Dus ben jij benieuwd hoe jij die innerlijke jongen, hoe je zijn nummer kan krijgen aan het einde van de avond? Kijk dan vooral eventjes mee. Allereerst neem initiatief, want als jij de hele avond gaat wachten, ik moet bekennen dat ik me daar zelf ook vaak schuldig aan maak. Maar als je de hele avond gaat wachten tot die leuke jongen naar jou toe komt, dan is hij waarschijnlijk al naar huis met iemand anders of heeft hij iemand anders nummer gefixt, want dan gaat het bij jou in ieder geval niet gebeuren. Dus stap gewoon op iemand af. Of als je het misschien heel eng vindt, kun je vragen of je samen met een vriendin een beetje zijn buurt kan dansen, zodat je een beetje die richting op gaat. Maar neem vooral initiatief. En dan daar voorafgaand is heel belangrijk om oogcontact te maken. Zo is het bij mij ook gegaan. Het is gewoon heel makkelijk om contact te maken, om alleen maar met je ogen heel even zijn richting op te kijken. Ja. Dus als je aan het dansen bent, gewoon eventjes een beetje teasend naar hem kijken. Of juist als je naar het toilet gaat, dat je heel even kijkt van, oh, weet je, even laten weten inderdaad dat je er nog bent en dat je hem ziet staan. Ja. En als dat op een gegeven moment, als hij ook vaker terug gaat kijken, dan denk je, oké, in the pocket. Let er wel even op als er alcohol in speelt, dat je niet te dronken bent. Want dan ga je vaak hele gekke dingen doen en niet op een goede manier. En vaak weet je ook niet eens meer wat je die dag daarna gedaan hebt als je het echt heel erg bont gemaakt hebt. En ook geen jongen zit te wachten op een meisje die helemaal ladder zat, overal loopt te lopen. Misschien vindt ze dat even grappig, maar uiteindelijk wil je natuurlijk niet zo'n meisje als vriendin. Of zo'n jongen. Gewoon een afknopper. Dat moet je gewoon niet willen. Nee. Ik denk gewoon een drankje is gewoon echt wel prima. Maar als je ladder zat bent, weet je, dan ben je het meisje dat maar voor één keer leuk is. En niet voor langere tijd. Tenminste, niet dat ik alle jongens nu over één boeg gooi. Nee, maar het is gewoon wel vaak. Het gebeurt vaak. Dan humor. Humor is gewoon heel erg belangrijk. Probeer grapjes te maken van oké, dit ziet er een beetje raar uit. Of ga dan niet andere mensen afkraken om je heen, want dat komt een beetje raar over. Maar belangrijk is dan ook wel jezelf te blijven. Dus ga niet geforceerde grapjes maken en probeer gewoon gevatte opmerkingen te maken tijdens zo'n gesprek. Dus als hij iets grappigs zegt, probeer hem dan in te koppen, zodat jij even lekker net nog even iets grappiger bent. Of juist om zijn grapjes gewoon te gaan lachen. Ja, weet je, als je het grappig vindt, ja, waarom niet? Weet je? En gewoon positiviteit en spontaniteit vinden jongens toch vaak het leukste. Ja. En als laatste tip heb ik nog. Mocht je op het einde van de avond nou echt de hele avond gezellig met je crush hebben gestaan, probeer dan gewoon je eigen nummer aan hem te geven. Ik weet dat het moeilijk is, maar het voelt zo leuk als je dat gewoon gedaan hebt. Schrijf je nummer op een briefje, geef het aan hem, druk het in zijn hand van, oh, het was echt heel gezellig, of geef hem een knuffel. Dus hij moet gewoon dan, hij is gewoon degene die jou een berichtje dan moet sturen. Initiatief nemen. Ja. Nou, dit waren onze tips. Mocht je zelf ook tips hebben, laat het dan even weten. En duimpjes omhoog als je de video leuk vindt. En dan zien we jou de volgende keer. Vergeet ook niet trouwens om te abonneren, want elke donderdag en elke zondag plaatsen we een nieuwe video. Heel belangrijk. Dus als je abonneert, ben je meteen op de hoogte van al onze nieuwe video's. En dan zien we je graag bij de volgende video. Is goed. Doei. 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 Dat snap ik. Volgens mij is het er Oké. We moeten straks raden hoeveel we erin hebben.